De brandweer zal gedurende de vuurwerkperiode de communicatie naar de gemeenschap toe opvoeren. De afschietperiode van vuurwerk is gesteld op 27 december tot en met 2 januari. Ulrik Coats, voorlichter van het Korps Brandweer Suriname, zegt dat reeds begonnen is met het geven van voorlichting. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht. De voorlichting is begonnen op de scholen, maar ook diverse organisaties en bedrijven worden al van de nodige informatie voorzien. Verder zal de brandweer surveilleren, voornamelijk in wijken waar het risico op vuurwerkincidenten het hoogst is. Coats benadrukt dat het een collectieve verantwoordelijkheid is om erop toe te zien dat wettelijke bepalingen niet worden overschreden. Hij benadrukt dat er geen vuurwerk verkocht mag worden aan personen jonger dan 16 jaar.